Je moest eens aan luisteren. Nee! Kiefer! Kief? Zijn we live? Volgens mij hebben we een klein probleempje met... Nou, Kief, ik hoor je niet, maar ik kom er maar gewoon in. Hey, Kiefer, hallo. Ja, ik ben hier in het pittoreske Amsterdam. En ik ben hier bij de vuilnisverwerkingsservice. Want ik dacht, ik ben even hartstikke koppie-koppie. Ik ga eens mee met de helden die nou elke dag ons afval ophalen. En dat zijn zij hier, mannen. Hey, ik mag een dagje met ze meelopen. En dan kom ik uit waar al het afval gedumpt wordt. Ja, slim. Ja, dank je wel, Matthijs, voor je... Kief, ja, volgens mij hoor je mij nu wel. Ik ga gewoon nog een keer beginnen. Nee, dat doe ik. Stop. Ja, hi, Kiefer. Stop. Ik ben hier vandaag in het pittoreske. We hebben je gehoord. Amsterdam. Oh. Oh, te gek. Ik ben kapot, jongens. Ik blijf. Hey, Kief. Nou, we zijn dus nu bij een berg met afval. Maar wat ik heel graag wil weten namens de buitendienst is... wat gooien mensen nou over het algemeen weg? We zien heel veel kartonnen. Anders help even mee. Oh ja, natuurlijk. Ja. Kiefer, ik ben dus nu afval aan het weggooien. Hatsa. Wat is nou het vieste wat je ooit hebt geraapt van de straat? Poep aan de zakken. Nee! Heb jij nou nog een gouden tip aan ons als vuilnis aan de straatzetters? De gouden tip is gewoon dat gewoon alles gescheiden moet worden. Plastic gescheiden, grof moet gescheiden. Eigenlijk gewoon van alles in principe. Alles gewoon scheiden? Ja, alles gewoon scheiden. Gewoon. En dan is het ook beter voor het klimaat in principe. Precies, zorg gewoon voor het klimaat. En ga gewoon scheiden, ja? Oké, en waar gaan we dit nu naartoe brengen? Nou, stam maar op en dan laat ik het je zien. Top! Naar het afval, walhalla! Wow, snel! Oh, jongens, wow, ho, 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 ho! De camera moet mee! De camera, stop! Oh! Ja, top! Spring erop! Geluidsman ook! Nou, sorry man, er is geen plek meer. Yo, laat het! Afval! Matthijs! Ik hoor je niet, man. Je hebt geen geluid. Matthijs, je... Onze afval. Duidelijk, toch? Helemaal goed. Nou, heren, dit is dus de einde van de route van het afval, toch? Hier is het klaar. Ja, dit is nog niet het eind. Dit is het eind voor ons, maar het gaat nog veel verder. En hij kan het je vertellen. Dit is jullie baas. Ja, dat is top. De baas hier al. Dankjewel, heren. Jullie zijn helemaal goud voor het afval. U bent de baas, heb ik gehoord. Ik ben Paul. Ja. Hier is dus al het afval komt bij terecht, maar dit is nog niet het einde van de route van het afval, toch? Nee, gelukkig niet. Het wordt hier natuurlijk gescheiden. Ja. Eigenlijk hiervoor best wel goede berichten van het afvalverwerkingsstation. Er wordt hier gescheiden en het is eigenlijk hartstikke positief. Nou, positief? Het is nog wel 300 miljoen kilogram wat hier wordt gestort elk jaar. 300 miljoen? Maar hoeveel is dat voor afvalleken zoals wij? Nou, omgerekend wel 50.000 volwassen olifanten per jaar aan gewicht wat hier komt. 50.000 volwassen olifanten? Dat is hartstikke veel. Dat is helemaal niet positief. Stop met storten! Hier achter Kiefer zit dus een soort magische sorteermachine die grote bergen afval uitsorteert tot hele kleine grondstofjes. Hebben we daar beelden van? Vraag het even aan de regiekamer. Ja, natuurlijk hebben we daar beelden van. We zijn er buiten, die is live. Bam, gaan we naar kijken. En hier komen al die grondstoffen naar beneden toe. Bijvoorbeeld blikjes, ja. Shampooflesjes komen eruit, papier komt eruit. Maar ook drankenkartons bijvoorbeeld. Drankenkartons? Drankenkartons. Laten we eens gaan kijken naar die drankenkartons. Hier pakken melk. Chocolademelk. Chocolademelk. Hier bijvoorbeeld appelsap. Maar ik vind het wel magisch dat het helemaal zo uitgesorteerd is. Maar dat is eigenlijk dus ook weer hartstikke goed nieuws, Kiefer. Want we hebben eigenlijk helemaal geen afval meer. Ja, wacht eventjes. We hebben nog wel restafval. Niet alles wordt gesorteerd. We hebben ook nog afval waar we nu nog niks mee kunnen. En wat doe je dan met het restafval? Nou, dat gaan we verbranden. Nee, nee, al het afval! Nee. Matthijs, rustig. We doen er echt hele mooie dingen mee. Echt hele mooie dingen nog. Hele mooie dingen? Ja. Wat voor mooie dingen? Nou, we maken er nog elektriciteit van. Voor heel veel huishoudens. En warmte voor de huishoudens. Ja. Mensen lekker in een badje kunnen nemen van warm water. Nou, wordt allemaal nog hiervoor gemaakt. Dus rustig. Ja, dit is wel fijn, maar het is zo veel. Kijk nou, ik kan het niet meer aanzien.
Ik denk dan gewoon rustig, stop, rustig. Nee, maar stop gewoon met storten, snap je? Als je de tosti bestelt, neem dan gewoon het broodje en het plasticje. Gooi het gewoon weg. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Oh, jongens. Nee, kom even erbij. Ik moet even kom erbij. Stop, jongens. Serieus. Komt goed, echt. Het komt goed. Als we stoppen. Het stort.